Eerste klimaatneutrale wedstrijd is natuurlijk veel meer dan een wedstrijd. Het gaat echt om bewustwording van hoe we met energie omgaan in de regio, hoe bewoners daarmee omgaan. Hebben we vanuit de gemeente Dordrecht de energie op in het leven geroepen. En kan je mee bellen, appen, nemen ze contact met je op en dan komen ze bij je langs om je probleem te bekijken en om je ook te helpen met raad en daad. Dus met bijvoorbeeld tochtstreeps, radiatorfolie, het opnieuw instellen van je verwarming en gewoon tips hoe je duurzaam met je energie kan omgaan. Ik ben nog nooit zoveel bezig geweest met energie besparen, maar dankzij de tips van Energiehulp weet ik waar ik op kan besparen. Kom allemaal naar de wedstrijd tegen Topos en vergeet zeker niet dat je binnen energie op van alles kan besparen.